Ja, Miranda, dankjewel. Wat heb je dat ontzettend leuk gedaan. Nou, graag gedaan. We willen je graag een vast contract met sociale zekerheid aanbieden bij de Partij van de Arbeid. Lieve partijgenoten, wat een warme partij zijn we. Echt zo warm dat we heel erg toe zijn aan bier. Vanmorgen tranen bij het uitdelen van de cadeaus. Femke, ik was er ook bij in augustus. En toen sprak je zo trots over je vader. En die heb ik net, hij zat net voor me. Echt heel schattig filmpjes van je te maken. Terwijl Lodewijk je aan het interview was. En ook dat voelen we vandaag. Zo trots zijn op je vader. Je vader die trots is op jou. En wij die trots zijn op elkaar. Een partij die met z'n allen de straat op gaat. En wat hebben we dat laten zien vandaag? Een ongelooflijke mooie dag. 6000 rozen, al deze mensen, jong en oud, met z'n allen de straat op. En volgens mij hebben we er echt een fantastische dag van gemaakt. Op zo'n dag voel je met z'n allen van onderuit je tenen hoe nodig het is dat wij met z'n allen staan naast mensen, luisteren naar mensen zoals de helden van Karin en met elkaar in actie komen. Ik kreeg vorige week een brief van Jan Lauwers. Groninger, 78 jaar, oud vakbondsbestuurder. En hij mailde mij omdat hij niet... Ja, je zit heel erg met grote ogen te kijken, Karin. Hij kon er vandaag niet bij zijn. Maar hij vond het wel nodig om het te vertellen over jou, Karin. En dat zijn de mooiste mails die je kan krijgen. Jan Lauwers mailde omdat hij echt mij wilde verzekeren dat ik Karin goed genoeg kende. Ik woon in Zwolle, maar ik ben bijna altijd in Groningen. Maar dit wist ik nog niet van je. Want je partijgenote Jan vertelt over Karin hoe een aantal jaar geleden de multicopy hier in Groningen met faillissement bedreigd werd. 32 mensen in dienst zouden op straat komen te staan. En toen kwam jij in actie. Jij werd gebeld. Je ging staan voor deze werknemers. Je ging staan naast de vakbond. En gezamenlijk hebben jullie ervoor gezorgd dat de betalingsregeling is getroffen. Dat 32 mensen hun baan konden houden en dat die multicopy een herstart kon doen in Hogeveen. En Karin, precies dat wat Karin doet en wat we allemaal doen. Naast mensen gaan staan, in actie komen, laat zien dat je verandering teweeg kan brengen. Precies dat is waar de Partij van de Arbeid voor staat. Heel erg mooi voorbeeld. Misschien wel de mooiste zin uit Van Waarden. Als we onrecht zien, bestrijden we het met alles wat we in ons hebben. Dat doen we vandaag in deze stad. Dat doen we in het hele land. We komen in actie. We zijn in gesprek met mensen. We weten waar ze van wakker liggen, waar ze van dromen. En alleen als we dat weten, kunnen we ook naast ze gaan staan om die verandering teweeg te brengen. Ik hoorde vanmiddag iemand spreken over Leiden, het Leidscongres. Dat klinkt als een studentico's borrelavond. Ik kijk even naar Geert, die is daar vaak betrokken. Maar de uitnodiging ging over, heb jij goede ideeën om de stad te veranderen? Heb jij goede ideeën om iets te betekenen voor mensen? Kom dan in actie. En ik zie het op al die plekken in het land. En het is ook precies die reden, die energie die ons in beweging brengt. Wat gemaakt heeft dat we gestart zijn met verschillende actiecentra in het land. Op dit moment, 4/5 komt eraan. Heel veel jonge mensen die betrokken zijn om precies dat te doen. Laten we heel even gaan kijken.
En we hoeven niet te zoeken. We hoeven niet te zoeken naar dit soort beelden. We hoeven niet te zoeken naar acties. Het hele land bruist van deze acties. Wil je nou meedoen? Vandaag hebben we Club Rood. Maar we hebben Club Noord. We hebben Club Oost. We hebben Club Midden, Zuid en West. Sluit je aan. Denk mee en kom in actie. Want dat we in actie moeten komen, dat is duidelijk. En de keuzes zijn helder. Kiezen we voor de winst van grote bedrijven of kiezen we voor sociale zekerheid? Kiezen we voor verdeling of verbinding? Of kiezen we voor wegkijken of verantwoordelijkheid nemen? En het komt erop aan, aanstaande woensdag, bij de herindelingsverkiezingen, bij de provinciale statenverkiezingen, de waterschapsverkiezingen, de Eerste Kamer en natuurlijk in Europa. Het komt erop aan. Gaan we voor sociaal, gaan we voor bestaanszekerheid van iedereen en vooruitgang voor iedereen of kiezen we anders? Daar zijn we allemaal voor nodig. We hebben vandaag laten zien dat we het kunnen. Samen deze hele stad rood kleuren. We hebben laten zien dat we het kunnen. Geen kind in de kou laten staan. We hebben laten zien dat we het kunnen. Goede en nieuwe ideeën bedenken en met elkaar in actie komen. Ik doe een groot beroep op ons allen. En ik weet dat ik dat niet zonder reden doe. Omdat in de komende maanden en al die dagen die daarna komen met elkaar op te pakken. En dan is het nu echt tijd geworden voor een lekker biertje. Of iets anders. Voor de mensen van de blauwe knoop. Nee, ze kwam net nog even voorbij. De afsluiting. Ik wil heel veel dank uitspreken aan degene die deze fantastische dag. En ik hoop dat jullie het echt allemaal heel erg leuk hebben gevonden. Voor mij is dit de Partij van de Arbeid. Zou ik hem heel graag zien betrokken. Met warmte en met liefde voor elkaar. En in de actie en in deze stad. Heel erg mooi wat jullie met elkaar hebben laten zien. Ik wil iedereen die dat mogelijk heeft gemaakt van harte bedanken. Ik wens de JS nog een fantastisch congres toe. Maak het heel erg laat vanavond. Maak er iets heel moois van. Karin, jou en je team. En natuurlijk ja, met jou, al die andere lijsttrekkers in het land. We gaan duimen. En we gaan jullie volgen. We zetten allemaal RTV Noord aan aanstaande woensdag om te volgen hoe dat hier gaat. Toi, toi, toi voor jullie. En dan ja, rest maar één ding. Lieve partijgenoten, heel hartelijk dank aan de borrel, aan een drankje en heel wel thuis. Tot de volgende keer. APPLAUS